prachtige zonsopgang zeg. Wauw. Ja. Ik hoop dat het een heel goed teken is. Vandaag staat namelijk een hele dag op kantoor voor op de planning. En we gaan hele grote stappen zetten vandaag. Het zijn we weer met het hele team bij elkaar. We hebben echt dingen concreet te maken. We hebben een behoorlijke agenda met een stuk of 7 punten voor vandaag. Het college van vandaag gaat niet door. Dus dat scheelt een heleboel. Dan kunnen we nog wat langer doorwerken op kantoor. Veel te doen. Ja. Oh, ik ga het zo druk krijgen. Wel leuk druk. Ik ga vandaag ook mijn boek presenteren. Zeg maar het eerste deel van het boek. Ik heb hoofdstuk 1 af. 3 voorstellen voor de achterflap en de inhoud. Opgave. En ik ben heel benieuwd hoe het team gaat kijken naar mijn schrijfstijl en de vibe die ik daarin heb geprobeerd te pakken. Dus of dat ze aanspreekt, of dat het fijn wegleest, of nou ja, allemaal dat soort dingetjes. Dus ik ben heel benieuwd hoe het vandaag gaat verlopen. Ik heb er vertrouwen in. Het komt goed. Wordt een mooie dag. Dan zijn we dan weer op kantoor. Ah, zin om aan de bak te gaan. Tik hem aan de bak. Het is al heel laat. Ik heb de hele dag gewerkt op kantoor aan Project X. En het was een heel bijzondere en heel bepalende dag. Waar ik niks over mag zeggen. We hebben het echt gehad over de filosofie achter bedrijfsvoering. Hoe kijk je nou naar bedrijfsvoering? Wat vind je daar nou echt belangrijk in? En het is een heel boeiend onderwerp. Iedereen heeft daar wel echt andere ideeën over. En niet per se iemand die daar gelijk in heeft, denk ik zelf. Maar het is heel mooi om daarover te sparren. En wat vandaag gebeurde, vandaag hebben we heel veel discussies gevoerd. Het is echt wel goed over dingen gesproken. Wat gebeurde deed me denken aan een theorie die ik heb geleerd van Robin van Galen. Die zegt dat dit altijd hoort bij teams wanneer je die goed gaat samenstellen. En dat is de theorie van Tuckman. Ik ga hem voor je uittekenen. Lang al niet meer gedaan, dus ik heb echt zin om hem gewoon eens voor je uit te tekenen. En dan maak ik nog wat van dit vlog. Want het is echt zeg maar ontbijt en kantoor gaan. De hele dag op kantoor. We hebben hem nog wel even gegeten met z'n allen. En dan nu. Dat zit een heel eind tussen. Dus dit zijn de 5 fases die elk team doorgaat om te gaan presteren. De eerste fase is de formeerfase, de forming. Hierbij stel je een team samen, kies je de juiste mensen uit en kijk je van of je aanvullende kwaliteiten hebt, etc. En of je alles in huis hebt om daadwerkelijk goed te presteren. Hierna komt een fase die heel veel vergeten is. En dit is de stormingfase. Heel veel mensen denken namelijk dat wanneer je een team formeert wat goed op elkaar aansluit, dan ook gelijk goed gaat. Dat is niet zo. Eerst een hele belangrijke fase, en dat heb ik echt geleerd van Robin van Galen, is om echt met elkaar in de clinch te liggen en heel erg discussiëren over wat je echt vindt. Dan pas ga je door op de normingfase. Dus dan ga je afspreken van, hey, dit zijn de resultaten die we bereiken. En als je dat hebt afgesproken met elkaar op één lijn bent, dan ga je door naar de performingfase. Dan ga je daadwerkelijk dingen doen. En door het performen ga je weer tegen dingen aanlopen. Ga je weer even met elkaar in de clinch liggen. Dan ga je weer nieuwe afspraken maken. Dan ga je weer performen. En dit ga je zo door. Totdat je in de fase adjourning bent. En hier kan je genieten van datgene wat je hebt gedaan. Dus dit is echt het vieren van succes. Dus vanuit het formeren ga je eerst enorm met elkaar discussiëren over waar hebben we het nou over. En gewoon echt dingen van elkaar vinden en echt knokken tot en met. Dan ga je afspraken maken over van oké, wat zien we als succes. Dan ga je daaraan heel hard aan werken en uiteindelijk ga je dan succes bereiken. Een van de belangrijkste dingen die ik dan ook heb geleerd van Robin is dat hij zegt, het succes van je team is zo goed als de stormingfase. Dus hoe meer je daar dingen uitspreekt naar elkaar, hoe eerlijker je daar durft te zijn, hoe beter je communiceert in de performingfase en hoe meer je op elkaar kan vertrouwen. Dus
We hebben het nu binnen het team, hebben we het echt over de dingen die ertoe doen. Echt filosofische verschillen van hoe sta je in het leven, hoe kijk je naar bedrijfsvoering en wat vind je belangrijk hierin. Zodat die dingen, dat we dat nu kunnen bespreken op kantoor, waarbij we rustig zijn en waarbij we gewoon nog geen hele zware keuze hebben gemaakt. En dat je dat niet die discussie hoeft te voeren wanneer je samen op het podium staat of wanneer je hele belangrijke keuze te maken, dat het dan pas naar boven komt dat je die verschillen hebt met elkaar. Dus door een hele goede stormingfase te door elkaar goed te leren kennen en ook echt heel eerlijk aan te geven waar je tegenaan loopt, wat je spannend vindt, wat je moeilijk vindt aan elkaar. Door dat heel goed te doen, zorg je dus dat je betere afspraken maakt. En doordat je betere afspraken maakt, ga je ook beter met elkaar performen. En dat zorgt voor meer succes. Dus dat vond ik wel een heel interessant inzicht. Omdat ik dacht zelf altijd van als je een heel goed team formeert, dan gaat het gewoon goed. Dat je dan daarna heb je gewoon een team, mensen die zelf gelijkdenkend zijn. Oké, nou, dan gaat het goed. Als het niet goed gaat, zeg je dat je een slecht team hebt. Dat is dus blijkbaar niet zo. Als je dus in de clinch gaat met elkaar in een team, dat hoort bij het proces. En dat vond ik echt een heel boeiend inzicht. Dus dankjewel Robin daarvoor. Het helpt ook heel erg bij deze fase waar we nu in zitten. Want we zitten dus ook heel erg op die fase. En omdat, kijk, het werk wat ik doe ligt heel dicht bij wat je zelf vindt. Kijk, sommige werk kan je uitvoeren zonder daar hele filosofische gesprekken over te voeren. Bijvoorbeeld vakkenvuller, weet je. Daar hoef je niet heel erg te kijken van, ja, wat is nou het nut van een vakkenvuller? En wat wil je nou voor message leveren als vakkenvuller? Kan wel, tuurlijk. Maar je kan het werk ook prima doen zonder dat met elkaar af te spreken. Bij dit werk, alles valt op staat bij waar je in gelooft. Want je vertelt namelijk waar je in gelooft, wat je vindt, wat je denkt, wat je ademt, wat je leeft. Het is een lifestyle die ik onderwijs, niet een soort trucje. Dat is ook waarom ik dit vloggen zo ontzettend belangrijk vind, omdat ik wil je een inzicht geven in mijn levenswijze, in de hoop je daarmee te inspireren om iets te maken van jouw leven. En ik wil je ook laten zien dat het niet altijd even makkelijk is. Heel veel van die goeroes in succes en in dit succesgebied zeggen, oké, als je voor jezelf begint en als je dat soort dingetjes, dan komt het allemaal goed en dan is het allemaal fantastisch. Dat is niet zo. Ook voor hen niet. Ik kan het weten, want ik heb ermee samengewerkt met een paar. Alleen dat laten ze niet zien. Dan krijg je een soort Facebook effect, waar je alleen maar door de tijdlijn scrolt en je ziet alle successen die mensen hebben gehaald. Terwijl, ja, wat ik wil doen, is ik wil erin eerlijk zijn. Ik wil laten zien dat het je heel veel oplevert. Alleen je hebt er ook voor te investeren. Je hebt er ook dingen voor te doen die, ja, uit je comfortzone zijn en die moeilijk zijn en waardoor je door het vuur heen moet en waardoor je, dat wil ik ook met je delen. En dat is naar mijn idee waar dit vlog over gaat en wat dit vlog voor mij betekent. Dat is waarom ik zo transparant ben over alles. Dat is waarom ik je alles wil vertellen. Ik krijg de laatste tijd veel complimenten van mensen over hoe eerlijk ik ben en dat ze dat zo stoer vinden. En dat vind ik heel leuk om te horen, want vroeger werd ik namelijk heel erg vaak gezegd dat ik die gast was die altijd overdrijft en die juist leugens vertelt. Dus het is mooi om te horen dat ik nu word gewaardeerd om mijn eerlijkheid in plaats van om mijn sterke verhalen, om het maar zo te zeggen. Dus het is mooi hoe dit soort switches komen in het vlog en hoe dat ook mijn leven ontwikkelt. Daar ben ik heel dankbaar voor. Dat vind ik heel tof. Dus ik ben dankbaar voor deze ontzettend leerzame dag. Proost op het mooie leven. En ik zie je morgen weer, want morgen is de inhaaldag voor de Happiness Company. Dus dan mag ik je weer inspireren. Cheers. Love you.